Yo mensen, fijn dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ga vandaag FUT doen op FUTWATCH. Ik ga wel raar filmen. Telkens als ik ga spelers een beeld laten zien, maar telkens als ik klik ga ik even zwart beeld laten zien. Sorry daarvoor. Let's go. We pakken de opstelling 4-3-3-2. Oké, dit zijn dan onze kapiteins. Ik pak telkens de hoogste kapitein en dan uit welke league die komt, die league moet ik proberen vol te krijgen. Dus David Silva 88. Inform Tevez 87 rated. Inform Sanchez 87 rated. Team of the Season Ben Afranichtig rated. En dan mijn lievelingsspeler uit de Rode Duivels, Kevin De Bruyne 87 inform. Dus moeten we voor deze man gaan, deze gozer. Ben Afra. Van nu bij PSG, maar toen nog bij Denk Nice. Waar die aanslag is geweest. Dus. Waar zijn nu onze speler? Sergi Chef van Villarreal. Joazinho van een Russisch team. Dan Rodriguez van Now All Boys, denk ik. Dan hier Sarabia van Sevilla en Jesse Rodriguez van Real Madrid. Geen enkele komt uit de league. Uit de. Dingen, wacht hè. League 1. Dus dan moeten we deze gozer nemen. Joazinho. Van onze spits. Ilic van Fiorentina. Diego Costa van Chelsea. Higuain van Napoli. Bale van Real Madrid. En Rooney van Manchester United. Weer geen van de league uit. Dus pakken we de hoogste. Is deze. David Bale. Een rechtswinger. Krijgen we Antoine Griezmann. Eye of the match. Inform Hulk, team of the season Salah, Müller en Angel Di Maria. Natuurlijk gaan we dan voor Angel Di Maria, omdat die League 1 is. Dan rechter center mid. Krijgen wij Ivan Rakitic van Barcelona. Aquilani van Sporting Lissabon. Xhaka van Borussia Mönchengladbach. Sahin van Dortmund. En Verratti van PSG. Een goede link. Een goede link. Met Angel Di Maria. Speelt ook bij PSG. En dan onze centrale defensieve middenvelder. Krijgen we hier. Ortigoza van. Ik weet niet wat hij speelt. I have the match. Xabi Alonso van Bayern München. Team of the Season Boomkart één keer van Mainz. Team of the Season Pizarro, ik denk van Tigres. En dan Matuidi van PSG. Natuurlijk pakken we Matuidi. Die heeft ook een heel strong link met Benafra. Strong link met Verratti. Dus Ligue 1. Oké, dan. De links buiten. Verdediger dus. Hebben we Alberto Moreno van Liverpool. Alaba van de Bayern. Layoun van Porto. Gaia van Valencia. Nacho Monreal van Arsenal. En we pakken de hoogste rated omdat er geen league bij is. Alaba. Oké, dan zijn we bij de volgende. Hier. Eye of the Match McCauley van West Brom. Dat is Stefan de Vrij van Lazio. In vorm Muscagino van Villarreal. Dan Victor Ruiz
Nee, wacht, hè. Man of the match, Victor Ruiz van Villarreal. En Khalifa Koulibaly van Napoli. Dan pakken we hier weer de rooster, heet het. Ik denk dat ik voor... Wacht, even moeilijk. Hem ga. Komen we bij de rechter center back. En dan krijgen we Bogatti van Rosenborg. Van Spartak Moskou. En voor Fernandes van Swansea City. Diakite van Empoli. Wacht, even iets wegdoen. Okore van Aston Villa. En Aziz van Galatasaray. En we pakken deze gozer in vorm Fernandes. Dan rechtsback. Cornu. Timo Cisse van Fenerbahce. In vorm Carvajal van Real Madrid. En Forbes Serna van Shakhtar Donetsk. Die wordt season Coricia van Lille. En Dani Alves van Italië. Van Juventus, sorry. Dat is foutje. En dan onze keeper nog. Krijgen wij Gigi Buffon van Juventus. Cech van Arsenal. Neuer van Bayern. Casillas van Porto en De Gea van Man United. Pakken we Neuer. Gaan we nu tellen hoeveel we er geen... Hoeveel we er non-Liga League 1 hebben. Dat zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6. We proberen 6 spelers van Liga 1 te krijgen. En jawel, onze keeper is er. Rouffier van... Zond ik, ja. Ik ga het nu zo doen, want anders duurt het zijn video heel lang. Hier, Ween centerback van de Competitie League. Pakken we Sergio Ramos. Hoogste. Dan. Ja, hier is een Titi, maar die is getransfereerd... naar Barcelona. En we hebben ook het getransfereerd kaartje. Kijk maar. Het getransfereerd kaartje. Dus pakken we Barzagli. Dan. Hier, we gaan weer even daar zetten. Pakken we nu. Hier, dit zijn de spelers. Dan zien we dat het niet getransfereerd. Ik kreeg gewoon weer alles. Kak. Dus pakken we de hoogstrijd. Ik kreeg gewoon weer of Remy. Of William pak ik. Kreeg gewoon weer. Hier krijgen we weer geen die speler. Pakken we Dennis Suarez. Pas op het einde gaan we wisselen. Dan hier. Nou, Sanchez. Ja, dat is geen goede draft. Jongens. Nu krijgen we eentje. Twee zelfs. Keeper hebben we juist gekregen. Dus pakken we nu Lavezzi. Sneijder. Contrao.
Streepman en dan hebben we wel keeper, maar oké. En als laatste, Bouwman gaan we nu wisselen. Rouffier erin. En Lavezzi erin. Het is niet gelukt, zoals je kan zien. Dus gaan we nu door naar de volgende. Krijgen we 4-3-5. Starten. Onze kapiteins. Wie is het hoogste rated? Gabbit Bale. Oké, nu gaan we voor ons linker winger. Sorry, we hebben juist vergeten de pils over open, maar oké. Dat willen we nu wel doen. Eye of the Game League. Die heb ik weer. Dan pakken we eentje van Premier League. Coutinho. Meer geen Liga VVA, hoogste rijden dus. Robben. Ik ga er 3 doen trouwens. Paraco van Valencia, dus dat is Liga VVA. Geen Liga VVA, dus pak Schneiderlin, de hoogste is dat. Weer geen Liga VVA, krijgen we nu Gundogan. Marcelo. Fuck Real. Maar ja, Bartra is nu van Barcelona naar... Bartra is van Barcelona naar dingen gegaan. Dortmund. Dus moeten we nu wel Musashi oppakken. Ja, Piqué. Love Barça. Ja, weer een van Barcelona. Montoya. Keeper dan. De Gea, want er was geen VVA-keeper. Weer een VVA-keeper, dus dit wordt Lopez. Ja, Ruben Vetso. Maar we hadden eigenlijk al een 7 centerrek, maar dat is niet erg. Als er geen komt van PVA, moeten we die pakken. Hier pakken we. Ribus. Gave Fuego, die kan erin voor Schneiderlin. Dan hier een van Club Brugge. Maar fuck blutjes, fuck blutjes. Sport, think forever. Hier krijgen we dus Raul Garcia. Dat we in plaats van Gundogan. Hier dan Spitsie. Antoine Griezmann. Dan Gaimero. Met alleen nog een keeper, denk ik, hè. En nog een rechts en een linker. Ja, keeper hebben we overlak. Perisic. Mos. Nog 2. Socrates, we hebben het niet gehaald, dames en heren. Weer al niet, dus gaan we naar de volgende. Aan de laatste draft. 3-5-3. Allemaal kakkers. Hoogste rated. Heel beginnen, zoals ik daarvoor. Mijn lievelingsafstand staat erbij. En hier is onze hoogste rated. 95 gulden van Rusland. Oei, oei, oei. Moeten we hier wel
Lukaku pakken. Lukaku haters, fuck jullie, fuck de Lukaku haters. Lukaku is een goede speler. Hier. Treffen. Games. Fuck Real, maar Games heb ik respect voor. Games heb ik echt heel veel respect voor. Hier Iniesta. Kijk hem erin. Oh, twee legends. Gaan we even iets opzoeken. Liedmanen heeft hij bij. Liedmanen. Die heeft Ajax gespeeld. Ajax forever natuurlijk. Love Ajax. Pak de Ajax-haters. Die heeft Lati, Helsinki en Mipa van Finland gespeeld. Is die verhuurd aan Ajax, dan is die bij Ajax gaan spelen, dan bij Barcelona. Liverpool, terug Ajax, dan Lati, Rockstock, Malmo, Fulham, Lati en Helsinki. Maar het is geen Russische competitie. En Okocha. Ja, Okocha. Daar staat niet bij waar die allemaal heeft gespeeld. Moeten we dan denk ik toch maar de hoogspeler gaan toevoegen. Dus Liedmanen. Hier. Nog altijd geen van Rusland. Waar had hij? Back to back. Jan Maats. Nu is Sao. Verantwoordelijk gepakt. Tak. Dan Chiellini. Onze linksback. Hebben we er een van Rusland? Kombarov. Die moeten we pakken. En onze keeper krijgen we weer ook eentje van Rusland. Nee. Viviano. In Rusland, we krijgen hier, moeten we pakken, Doris. Sushi. Moeten we hier pakken. Hier. Van Vio Kentuaal. Dan moeten we Alaba. Dan moeten we Pjanic. Dan moeten we Balotelli. Draxler. Fabregas. We gaan hierbij afsluiten, dames en heren. Fijn dat jullie hebben gekeken naar een nieuwe video. En laat zeker een like achter en abonneer. En ik denk dat er vandaag nog video's gaan komen. Later!